Er zijn weinig dingen echt absoluut nodig als je gaat wielrennen. Maar er is één ding, kan je niet zonder. En dat is een goede fietshelm. En welke je moet hebben, dat gaan we vandaag proberen uit te leggen. Er zijn super veel helmen te koop. En als je in een fietsenzaak staat, zie je vaak door de helm het bos niet meer. Maar wat is dan eigenlijk het belangrijkste om op te letten? Het zijn een aantal belangrijke factoren. De prijs van de helm. De functie, dus is het een aero-helm of is het juist een hele ventilerende helm. Het gewicht van de helm. En misschien wel het allerbelangrijkste, welke beschermingsmogelijkheden heeft deze helm? De belangrijkste reden om met een helm te fietsen is natuurlijk veiligheid. Je hoofd zo goed mogelijk beschermd houden bij een impact, bijvoorbeeld door een valpartij. Er zijn tegenwoordig heel veel goede technieken, zoals MIPS en Kinetic Core, die je hoofd nog extra kunnen beschermen en die eigenlijk in de tussenlaag van je helm zitten. Ze zorgen ervoor dat je helm een stukje meebeweegt bij impact en dat beschermt je hoofd uiteindelijk een stuk beter dan een traditionele helm. Goede bescherming zit tegenwoordig al bijna in de hele prijsrange van helmen. Dus heb je deze Laser Tonic, die is maar een euro of 60 of 70 en daar zit al de Kinetic Core technologie in. In de basis is het dus vooral belangrijk om te kiezen waar ga ik mijn helm vooral voor gebruiken. Kies je voor een goed geventileerde lichte helm of kies je voor een vaak iets zwaardere, maar wel heel aerodynamische helm. Die afweging kun je alleen zelf maken. Zelf heb ik de eerste 2 jaar vooral met deze Laser Genesis gereden. Die is extreem licht en zoals je kan zien zitten er veel ventilatiegaten in. Maar toen ik 1 keer wedstrijdjes ging rijden en toch wel die sprintjes wou gaan winnen, ben ik overgestapt naar aero-helmen. Deze zijn een stuk zwaarder, dat zie je ook wel, er zit gewoon veel materiaal op. En ze ventileren wel een stukje minder, omdat gewoon, ja, het is een aerodynamische helm. Maar als je echt alles wil doen om die hoge snelheid te behalen, is het vaak wel de moeite om voor een goede aero-helm te kiezen. Heb je nou een helm gekozen waar je achteraf niet zo blij mee bent, of vind je hem gewoon niet zo mooi? Dan heb ik goed nieuws. Een helm moet je namelijk sneller vervangen dan je zou denken. Er zijn eigenlijk 2 redenen om een helm te vervangen. Als je keihard valt, zoals deze die ik in de Afrika heb gebruikt, maar wat veel mensen vaak niet weten, is dat een helm zijn absorberende kracht verliest na verloop van tijd. Het komt best wel vaak voor dat je helm neerlegt, maar iets met een plof neerkomt, of dat hij uit je handen glipt. Maar ook gewoon door de jaren gaat je helm minder valkracht kunnen opnemen. Het is dus belangrijk en het wordt geadviseerd om binnen 5 jaar in ieder geval je helm te vervangen. Het is dus ook belangrijk dat je geen twijfels kan hebben over je helm. Deze helm heeft in Afrika best wel wat schade opgelopen en kun je ongeveer uit elkaar trekken. Maar heel vaak kun je na een valpartij niet zien of de helm direct schade heeft opgeleverd. Hetzelfde geldt dus ook voor bijvoorbeeld tweedehands helmen. Doe het alsjeblieft niet, want je hebt geen idee wat er is gebeurd met je helm. Vaak is de schade juist niet goed te zien, maar is de helm daardoor wel veel van zijn beschermende kracht kwijt. Dit is dus levensgevaarlijk om mee te fietsen. Ook bij een twijfel na een valpartij, vervang je helm. Want hij gaat waarschijnlijk een stuk minder goed beschermen. Fiets je dus altijd met een helm en zorg vooral ook dat je hem goed op hebt. Hij mag niet te strak zitten, dan kan hem best wel een beetje een knauw geven als je valt. Maar hij kan vooral niet te los zitten. Als hij te los zit, schiet je helm naar achteren en dat kan heel gevaarlijk zijn voor je nek. Eigenlijk is je helm dus gewoon net een goed biertje. 2 vingers kan ertussen en dan zit hij precies goed. Na smaak is dan een belangrijke afweging de afstelmogelijkheden van je helm. In het goedkopere segment is dat vaak in je nek met een draaiknop. Maar bijvoorbeeld iets duurdere helmen, zoals deze Laser Strada, hebben best wel een geavanceerd systeem waarmee je de hele helm kan afstellen. Dit zorgt voor een stukje comfort en het is vooral belangrijk om dit in de winkel een keer te testen. Dat is de enige manier om erachter te komen dat je zeker weet dat die helm lekker zit. Tot slot, mogen we nog een mooie helm weggeven? Dus, welke kleur vind jij het mooist van deze Laser Strada? Laat dat even weten in de comments. Zet ook je maat er even bij en dan kiezen wij een gelukkige winnaar die er eentje krijgt opgestuurd.